de pap. Er was eens in een klein stadje twee zussen. Ze heetten Jane en Ella. Jane was de oudste en ze was erg slim. Maar ze was ook erg arrogant over haar intelligentie. Ze vond zichzelf de slimste van allemaal en keek neer op iedereen in de stad. De jongste, Ella, was een heel aardig meisje en was lief voor iedereen. Maar hoewel ze lief was, was ze buitengewoon vergeetachtig. Beide zussen namen nooit de moeite om hun leven te verbeteren en daarom zouden ze altijd verschillend zijn. Nu waren Jane en Ella erg arm. Ze zouden beide elke avond honger lijden en hadden geluk als ze zelfs maar een beetje brood en kaas te eten hadden. Op een dag zat Ella aan de tafel en keek naar de lucht. Toen plotseling haar buik heel hard begon te grommen. Oh, ik heb zo'n honger. Ik heb al dagen niet goed gegeten. En zelfs nu is er niets te eten. Als ik een wandeling ga maken, vergeet ik misschien hoe hongerig ik ben. Dus ging ze het bos in om een wandeling te maken met niets anders dan een enkele fles water. Ze bleef maar doorlopen en moest al snel stoppen om uit te rusten, want ze was erg moe. Oh, ik ben zo moe en zo dorstig. Ik moet wat drinken. Maar toen ze op het punt stond te drinken, verscheen er een oude vrouw voor haar. Ze was gekleed in een donker gewaad en zag er zo afschuwelijk uit dat Ella op het punt stond weg te rennen. Mijn kind, wil je alsjeblieft wat water geven? Ik heb erg veel dorst en heb al 2 dagen niet gedronken. De oude vrouw hoestte zo erg dat Ella, hoewel ze er verschrikkelijk uitzag, medelijden met haar had en dat haar tedere hart het begaf. Natuurlijk! Hier, drinkt u zoveel als u wilt. Ik hoop dat het genoeg voor je is. Oh, wat ben je aardig. Heel erg bedankt, lieverd. Laat me je belonen voor je vriendelijkheid. En in een uitbarsting van licht had de oude vrouw zichzelf veranderd in een mooie jonge heks. Ella was zeer verbaasd over wat ze zag. Wauw! Nou, vertel me wat je wenst en ik zal het je geven, wat het ook mag zijn. Dus vertelde Ella haar alles over hoe arm ze waren en hoe ze dagenlang honger moesten lijden. Ik snap het, erg goed. Als je thuis komt, zul je een pot zien die op je tafel staat. Het is een magische pot. Magie? Ja, een magische pot. Daarvoor moet je zingen. Kook, kleine pot, kook. En het zal zoveel zoete pap voor je koken als je wilt. Zo zullen jij en je zus nooit honger lijden. En als je klaar bent met eten en tevreden bent, zeg dan stop, potje stop. En het kookt niet meer. Wat geweldig! Ik ga onmiddellijk naar huis. Wacht! Voordat je weggaat, moet ik je nog even een laatste ding vertellen. Om deze magische pot altijd te houden, moet je hem verdienen. Als je niets doet om het te verdienen, dan zal het uit je leven verdwijnen. En zullen jullie allebei weer honger lijden. Onthoud deze woorden, anders zul je in grote problemen gaan komen. Doe ik. Oh, dank je, lieve heks. Ik ga meteen naar huis. Eet goed, mijn liefste Ella. Wacht, hoe weet jij mijn naam? Maar de heks was verdwenen en was nergens te bekennen. Ella keerde snel terug en vond de pot op tafel, precies zoals de heks had gezegd. Jane stond erbij en staarde er boos naar. Ella, heb je deze pot meegenomen? Dat deed ik. Ben ik niet geweldig? Geweldig? Wat geweldig is, is wanneer je een manier vindt om voedsel in de pan te doen om te koken. Jane, je zult heel blij zijn te weten dat deze pot magisch is en ons voor altijd zal voeden. Mijn arme zuster. Omdat we geëten hebben, ben ik me bewust van onze krimpende buiken. Maar het lijkt erop dat je brein nog meer begint te krimpen. Ha, ik ga het bewijzen. Ella keek naar de pot en zei: kook, kleine pot, kook.
Zodra Ella haar betovering had beëindigd, begon de pot te borrelen en de hete pap zelf te brouwen. Jane was buitengewoon verbaasd en Ella keek opgewekt toe. In een oogwenk was de pap gaar en de geur vulde de kamer en maakte beide meisjes hongeriger dan ooit. Ze proefden het allebei en het was inderdaad de beste pap die ze ooit hadden gegeten. Zo aten ze elke dag naar hartelust en hadden ze nooit meer honger. Ze waren het nooit beu, want het was erg lekker. Maar op een dag besloot Ella uit te gaan. Ik moet eraan denken om Jane de eindspreuk van het koken te vertellen voordat ik ga. Oh, maar wat waren de woorden? Wat is het? Waarom sta je me zo aan? Nou, er was iets belangrijks dat ik je moest vertellen. Iets belangrijks? Wat voor belangrijks zou jij me kunnen vertellen? Je bent heel gemeen. Prima, ik zal je niets vertellen. Ik wed dat je vergat wat je me ging vertellen. Ik ben het niet vergeten. Ik ga weg. Maar toen ze wegging, dacht ze aan de betovering. Oh, ik herinner me nu. Nou, het maakt niet uit, want ze heeft 's ochtends al gegeten. Ik weet zeker dat ze geen honger zal hebben. Maar na een tijdje begon Jane honger te krijgen. Ik heb zin om die heerlijke pap te eten. Ella is er niet, dus ik heb het allemaal voor mijzelf. Ze liep naar de pot, klapte vrolijk in de handen en zong de spreuk vrolijk. Kook, kleine pot, kook. En meteen erna begon het de hete pap te koken waar Jane zo dol op was. Ze rook het gretig. En toen het eenmaal gaar was, at ze het helemaal op. Oh, dat was zo lekker. Oh, ik ben nu vol. Oh, ik kan de pan maar beter laten stoppen met koken. Wat was de spreuk daarvoor? Stop met koken, pot. Maar dat waren niet de juiste woorden. Ella had nooit aan Jane verteld hoe ze de pot moest stoppen met laten koken. Oh nee, wat zal ik doen? Genoeg, geen pap meer. Stop met je dwaze pappot. Wat ze ook schreeuwde, de pot bleef steeds meer zoete hete pap opborrelen. Arme Jane bleef maar tegen de pot schreeuwen, maar niets hielp. Na een tijdje kwam Ella terug naar huis. Ik weet zeker dat er niets ergs is gebeurd. Er kan niks ergs gebeuren als je een kleine dwaze spreuk vergeet. Wat komt er toch onder de deur vandaan? En ik ruik ook, pap. Ella ging door het raam kijken en wat een aanblik zag ze. Het hele huis was gevuld met plakkerige zoete pap. De vazen en stoelen zwommen erin. Oh, wat een ramp. En waar is Jane? Op dat moment zag ze de arme Jane bovenop een tafel zitten, die langzaam en gestaag wegzakte in de dampende pap. Oh, wat zal ik doen? Waarom komt Ella nu niet naar huis? Jane, hier, wat is er gebeurd? Ella, oh mijn lieve zus. Zing alsjeblieft een magische spreuk en stop de vreselijke pot om je pap te maken. Stop, kleine pot, stop. En eindelijk stopte de magische pot met borrelen. De pap stopte met schenken en Jane en Ella zuchten van opluchting. Godzijdank, dat is gedaan. Maar het huis is nog steeds in zo'n puinhoop. Het spijt me dat ik je de spreuk ben vergeten te vertellen. Dit is allemaal mijn schuld. Nee, ik heb ook de schuld. Ik had moeten vragen en luisteren naar wat je vandaag te zeggen had. Ik was te arrogant en gemeen tegen je. Maar wat gaan we nu doen, Jane? Ons huis is gevuld met pap. En het schoonmaken zou dagen duren. Jane dacht een tijdje na en zei toen... Er zijn zoveel arme mensen in deze stad. Waarom delen we niet ook wat pap met hen? Oh, ja. Ik weet dat er veel mensen zijn die gewoon verhongeren. Ze zouden dol zijn op de hete, dampende pap. En weg ging Ella om alle arme en uitgehongerde mensen uit hun huizen en van de straat te halen. Iedereen, wij hebben heerlijke pap om jullie allemaal te geven. Ik weet dat jullie er allemaal dol op zullen zijn. Pak je kommen en lepels en kom eten. En alle mensen kwamen met fonkelende ogen kijken. Jane vulde de kommen terwijl ze binnen waren. En Ella serveerde ze aan alle mensen. Ze aten de pap met smaak op. Bedankt, Ella en Jane.
Ik had al 5 dagen niet gegeten. We zijn jullie beiden erg dankbaar. Al snel was het huis leeg. Er was nergens pap. Jane was uit het raam geklommen en stond nu naast Ella. Toen ze alle blije gezichten en stralende glimlachen van de mensen zagen, voelden Ella en Jane zich heel gelukkig. Ella, het voelt erg fijn om meer om anderen te geven. Ik weet het. We hadden al zoveel dagen zoveel pap te eten, maar we hebben het nooit gedeeld. Laten we de pap delen met de armen en behoeftigen. Laten we ze elke dag eten geven, zodat ze nooit meer honger hoeven te lijden. Dus elke dag gingen Jane en Ella de straat op en gingen naar de huizen van de arme mensen en gaven ze verse, hete, smakelijke pap te eten. Dat ging zo lang door, totdat op een dag een oude bedelaar naar hen toe kwam. Hij liep in oude vodden en Ella en Jane keken hem aan terwijl hij naar hen toe kwam. Mijn lieve kinderen, zouden jullie zo vriendelijk willen zijn mij de pot aan te bieden die deze pap maakt? Ik ben van ver gekomen en mijn kleinkinderen zijn ziek. Ik heb niets om ze te voeden. Mag ik het mee naar huis nemen? Wat gaan we doen, Jane? Als hij de pot pakt, zullen wij weer honger hebben. Het is prima. We hebben genoeg gehad. En het zou erger zijn voor de kinderen als ze helemaal niet aten. Jane wendde zich dus tot de oude bedelaar en glimlachte. Meneer, u mag de pot naar uw kleinkinderen brengen en ze goed te eten geven. Ik hoop dat ze zich goed voelen na het eten. En onmiddellijk veranderde de oude bedelaar in de heks. Oh, de goede papheks. Ik ben erg onder de indruk van jullie twee. Je hebt geleerd om voor jezelf te zorgen en aan anderen te denken. Je hebt ook de arme en hongerige mensen van deze stad geholpen. Betekent dat? Ja, jullie mogen de pappot houden. Jullie verdienen het. Jee, zoete, zoete pap, elke dag. En zelfs daarna bleven Ella en Jane elke dag de armen en hongerigen te eten geven. Ze genoten van het zien van de blije glimlach op de gezichten van de mensen. En dat maakte hen weer erg blij.